Ik speel de rol van Sinbad. Mannen! Mijn mannen! Zijn jullie daar? Sinbad is een oude zeeman die eigenlijk aan het eind van zijn leven is en ziekelijk. En hij beleeft een aantal avonturen die hij in het verleden echt meegemaakt heeft, herleeft hij nog een keer. In bed. Haal de spier. Haal de spier. Weg de stag. Bras de Ik speel de rol van Shura en Shura is de vrouw van Sinbad, de zeeman. Laat me deze keer niet achter, hou me vast. Shura die kampt toch wel met wat dubbele gevoelens. En enerzijds heeft ze een heel groot verlangen. En zou ze dus ontzettend graag met hem zijn meegegaan. Maar ja, dat lukt waarschijnlijk niet. Ik heb je eindelijk weer thuis. Pas goed op je vader. Ik speel Sid, de zoon van Sinbad. De jongen met veel bravoure. Die gevlucht is, eigenlijk het huis uitgeschopt door zijn vader. Vertrokken van Bagdad naar Basra. En daar de schone Layla heeft leren kennen. En weer teruggaat om een grootse schat op te halen. Nou, ik speel Layla en ik ben het vriendinnetje van Sid. En ik speel nogal verwend nest. Kom uit een rijk gezin. Luus, zeg dat mijn vader de 7 meest belangrijke specerijenwinkels bezit in heel Basra. Luus, zeg tegen haar dat ik weet dat dat zo is. En nou en? Ja, mijn moeder is niet zo aardig. Fairuz, ik ben de moeder van Layla, ben ik. En ik ben eigenlijk meer een chagrijnig mens. Mijn doel is eigenlijk min of meer een geschikte partner zoeken voor mijn dochter. Ik hoorde van een dochter dat je hebt staan praten met een sjouwer. Sjouwer? Een sjouwer? Groezelige jongen. Oh, ja, doe dat bij ons voor de neus een brood eet. Oh, die sjouwer. Oh, die ja. Oh, vindt u die ook niet vreselijk irritant? Ik zag hem vandaag en dan zeg, oh, die is vreselijk irritant. Maar ik ben vrij romantisch ingesteld, dus ik word verliefd op een zakkensjouwer. Je moeder heeft gelijk. Ik heb je niets te bieden. Zit je wel? Ik ben Sjouwer, zoon van een zeeman. Jij verdient alle rijkdom op aarde. Ik hoef niks, alleen maar jou. Ik speel Marouk. Ik speel dus de man van Fairuz en ben dus de vader van Layla. Ik heb het beste voor met mijn dochter. Ik wens haar het allerbeste. Maar goed, het enige inbreng die ik heb in het gezin is mijn geld. Dat is een goede partij van Layla. Maar er staat nog een hele vergade man. Dat kun je toch wel zonder mij doen? Marouk, waarom heb je mijn handje? Weet je dat ik niet zonder je steun kan? Mijn financiële steun, ja. Ik ben Boelak, ik ben vijgenverkoper, ik werk op de Soek. En ik ben de grootste roddelaar van de Soek. En ik ben het ontzettend niet eens met het feit dat Sinbad zijn geld niet deelt met de rest van de bevolking. En, ik probeer dus de rest van de bevolking op te zetten tegen Sinbad en zijn familie. Zodat Sinbad er eindelijk toe komt om het geld met iedereen te delen. Mensen! Benader het huis van Sinbad en denk eraan, we zijn geen barbaren. Dus pak straks alleen het allernoodzakelijkste. Dat wil zeggen, alle schatten, al het huisraad. Ja, wat voor wonderen gaat Sinbad dan beleven eigenlijk? Ja, dat zou je natuurlijk wel willen weten. Maar het lijkt me verstandiger dat je dan gewoon eerst de show eens bekijkt.